Ja, Linette, we hebben gisteren uitgebreid de doelpuntenmaker overal gezien, Jill Roort. Maar hoe is het met de vrouw die de assist gaf? Werd die met net zo'n glimlach wakker vanmorgen? Ja, met mij gaat het goed hoor. Nee, ja, tuurlijk. Het is altijd lekker als je betrokken kan zijn bij een doelpunt. En als die dan zo belangrijk is, dan sta je wel lekker op. Hoe beleef jij zo'n wedstrijd? Want het loopt niet bij Oranje. Zit je jezelf dan te verbijten op de bank? Ik wil erin. Ik zat wel inderdaad na te denken van, nou ja, wanneer komt mijn moment? En ik dacht ook echt wel dat het eerder zou komen. Want de wedstrijd was er ook wel naar dat je dacht van, nou oké, nu misschien nieuwe input inbrengen. En dan, je weet maar nooit. En nou ja, dan word ik de laatste 5 minuten ingebracht. En als je dan zo belangrijk kan zijn. Is dan de opdracht een beetje onrust ook? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, eigenlijk niet. Ja, het is ook als jij de kans krijgt om jezelf te laten zien, dan wil je dat ook gewoon zo goed mogelijk doen. En ja, gisteren was het dan bij een 0-0 stand. En ja, dan weet je, oké, je moet gas geven, want we willen winnen. We moeten eigenlijk winnen voor ons. En ook als je naar het spelbeeld kijkt, dan hebben we ook gewoon verdiend gewonnen. Dus ja, dan kom je erin en dan is het... Ja, je hebt ook niks te verliezen. Hè. Het zijn de laatste 5 minuten. Het enige wat je kan brengen is veel energie en gewoon je eigen ding doen. En nou, dan is het inderdaad wel heel, ja, heel tof dat je dan zo belangrijk bent. Ben jij nou de ideale pinchitter van Oranje? Nou, zo wil ik het niet zeggen. Want het is ook als ik er dan heb gestaan als basisspeelster, dan heb ik het ook laten zien. Dus nou, de ideale pinchitter, zo wil ik het niet noemen. Nee, je hebt natuurlijk in die play-offs had je een hoofdrol, je scoorde veel. En dat lijkt me lastig als je dan nu op zo'n WK het met een paar minuutjes steeds moet doen. Ja, tuurlijk. Dat is het ook. Want je bent, we zijn allemaal speelsters en zijn allemaal topsporters. Dus iedereen wil spelen. En dan is het inderdaad, omdat ik dan belangrijk ben geweest, ook wel lastig om de rol als bankzitter aan te nemen. Maar ja, inmiddels weet ik dat dat mijn rol is. Dus probeer ik die zo goed mogelijk in te vullen. Ja, heb je niet iets van, ik klop nu wel iets meer op de deur richting een basisplaats? Dat is aan de coach toch. Dat weet ik niet hoe zij erover denkt. Komt de wedstrijd tegen Cameroen eraan, zaterdag. Hoe zie je dat nu wel? Ik denk dat het een stugge ploeg is om tegen te voetballen. Het is een fysieke ploeg, want ik heb ze gezien tegen Canada. Die zijn lekker hard allemaal. Dus, maar ik denk ook wel dat als wij gewoon voetballen zoals wij kunnen voetballen, dat we die wedstrijd wel kunnen winnen, ja. Nou, dan ben je er eigenlijk al, hè, de volgende ronde. Weet ik niet eigenlijk, is dat zo? Ja, als je wint ben je door, ja, dat is wel zeker. Ja, nee, dat is dan mooi meegenomen, ja, daar gaan we voor toch? Ja. Ja. En dan hopen we op iets meer dan 3 minuten Linette Berenstein. Ja, dat hoop ik ook zeker.